Ja! Dit is Dave en Audioquiz. Voor een muziekgeschiedenis. En ook gaat van alles mis. Het is nog steeds de Dave en Audioquiz. Welkom, wij zitten er klaar voor. Ja, is goed. Wat zijn onze posities, jongens? Want, achter de tafel, achter de piano. Achter de piano. Ja. Nou, we hebben een goede vier. Dames en heren, we gaan gelijk gewoon zo beginnen met vraag 1. En dat is, wat, even opletten, wat is de grootste hit van Jacques Herk? Manuela. Manuela is goed geantwoord. Ah, dus 1 punt voor de team, ja, zal ik maar zeggen, voor het team van Jan. Vraag 2, jongens, let op, Tom. Oké, hoe heet Kraantjespappy? Is dat 1. Vader Kraambraam? Vader Abrakraam? Of B. Cornelis van der Zouwen? Cornelis van der Zouwen! Ja, hij was eerder. Hij was eerder. Ja, wij weten het. Ja, maar hij kent beter, want zijn vader. Abrakraam. De volgende ronde. De volgende ronde. De volgende ronde. Twee. Als Simon van het gelijknamige duo Simon. Nick en Simon zou gaan skiën met de Kik, welk duo zou hij dan zijn? Ja, dat wordt wel een Kik en Simon. Ja, maar we hadden wel eerder. Daar zijn jullie, hè? Kik en Simon. Nee. Ik denk gewoon Simon en Kikski. Nou, zullen we maar zeggen? Simon en Kikski. Zij het, hoor. Ja, ik zei Skimon en Kikski. Ja, maar dat is niet goed. Ja, nee, precies. Dus nee, jongens, dit is dan de ronde met de normale vragen. Oh. De volgende ronde is de multiple choice. Multiple choice. Oh, jongens, dit wordt wat. Let op. Wie had de eerste Nederlandstalige rock'n'roll hit in Nederland? Multiple choice. Is dat A. Peter Rodewijn? B. Peter Koelewijn? Is dat 3. Boudewijn de Groot? Of is dat 5, Henny Huiswijn? En we hebben eventueel nog het reservegetal, is dat Jan de Witte bij? Goed geantwoord. Dan gaan we naar de eindbaasronde. In de eindbaasronde kan alles veranderen, want als je die goed hebt, dan win je het spel. Okay? Dus de puntentelling vervalt bij deze. Hoeveel is 200 gedeeld door 5 keer 2,5? 12,5. Nee, dat is 100. Ja, Jaap zei 100. Ik had niet helemaal niet gelukt. Jongens, let nou even op. Spel me nou. Ja, we hebben Jaap gewonnen. Ik vind het goed. Ja. Ja. Laten we zo, dan zijn we er vanaf. Maar goed, het was een popquiz. En uiteindelijk hebben we dus gewonnen met een rekensommetje. Jongens, komen de overwinnaars even drinken met ons? Hi, een quiz. Muziekgeschiedenis. Ramon. Hebben jullie handen niet? Zo kom je wel dingen aan het weten. Ik heb al. Santé, jongens. Ja, goed gespeeld. Thanks, okay. Sowieso. In één keer, hè? Nou, proost. Deze jongen, dat ding Santé. Is aan de domein. Jank. Jongens, dit is helemaal geen kinect. What the fuck? Wat is dit nou? Ik kan niet geel. Wat is dit nou, jongens? Oh, dat is wel dit was geen negatief, jongens.